Hallo allemaal. In dit filmpje leg ik jullie uit wat de wetenschappelijke notatie van een getal is. We hebben hier een voorbeeld van de wetenschappelijke notatie. We zien al dat die wetenschappelijke notatie een product of een vermenigvuldiging is en die bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een comma-getal of een decimaalgetal, en daarbij staat er één cijfer voor de komma en dat cijfer mag niet nul zijn. Tweede deel dat is een macht van 10. Waarvoor gebruiken we die wetenschappelijke notatie? Ik heb hier een aantal voorbeelden. De afstand van de aarde tot de zon, hoeveelheid water op aarde. We zien dat dat erg grote getallen zijn. Als die in een tijdschrift, een wetenschappelijk tijdschrift bijvoorbeeld, worden gebruikt, is dat op die manier niet zo overzichtelijk om te lezen. Hetzelfde voor de grootte van een virus of de diameter van een rode bloedcel. We zien dat dat heel erg kleine getallen zijn, wat ook niet steeds erg overzichtelijk wordt. Daarom hebben we ze de wetenschappelijke notatie ingevoerd om dat op een iets kortere manier te noteren. We gaan eens bekijken hoe we dat doen. We gaan een heel groot getal omzetten in de decimale notatie. De decimale notatie wil zeggen het gewone getal naar de wetenschappelijke notatie. We hebben geleerd dat het bestaat uit een comma getal met 1 cijfer dat niet 0 is voor de komma. Als ik naar dit getal kijk, is het eerste cijfer dat niet 0 is een 3. Dus ik ga noteren 3,82. Dat zijn ook nog twee cijfers die van belang zijn. De nullen die erachter volgen na de komma, die maken niet meer uit. We vermenigvuldigen met een macht van 10. Maar nu is de vraag, wat is de exponent? En dat gaan we nu bepalen. Dit was mijn oorspronkelijke getal. Bij de wetenschappelijke notatie staat de komma tussen de 3 en de 8. Hier achteraan het getal staat eigenlijk de komma bij de decimale notatie. Nu, vermits er niets na de komma komt, moeten we die komma er niet noteren, maar ze is er eigenlijk wel. We gaan eens kijken. We vertrekken telkens bij de wetenschappelijke notatie hoeveel plaatsen de komma moet opschuiven tot. Bij de decimale notatie. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaatsen die we er, er hebben bijgedaan. Plus 9 plaatsen, dat betekent dat de exponent ook plus 9 of gewoon 9 zal zijn. Dus dit getal wordt 3,82 maal 10 tot de 9. Een tweede voorbeeld van nog steeds een groot getal. Hetzelfde principe. Het eerste deel is een comma getal, dus dat wordt dan min 1,5. Belangrijk dat we die min wel behouden. We vermenigvuldigen opnieuw met een macht van 10 en we gaan weer bepalen wat de exponent daarvan zijn, zal zijn. Ik heb dit getal. De komma staat bij de wetenschappelijke notatie tussen de 1 en de 5 en bij de decimale notatie helemaal achteraan. We gaan weer bepalen hoeveel plaatsen de komma is opgeschoven en dat is plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatsen die we er hebben bijgedaan. Dus dan wordt de exponent ook plus 7. Goed, dat waren de hele grote getallen. We gaan nu eens kijken om hele kleine getallen om te zetten naar de wetenschappelijke notatie. Zelfde principe, ik ga op zoek naar mijn eerste cijfer dat niet 0 is, dat is 4. Dus de comma komt tussen de 4 en de 5 te staan. We vermenigvuldigen opnieuw met een macht van 10 en we gaan op zoek welke macht dat is. Ik vertrek opnieuw van bij mijn decimale notatie. De comma staat bij de wetenschappelijke notatie tussen de 4 en de 5. Bij de decimale notatie staat ze daar vooraan, na de eerste 0. We gaan eens kijken hoeveel plaatsen de comma teruggaat. Dat is min 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen. Min 5 plaatsen, dus dat wil ook zeggen dat de exponent tot de min 5 wordt. Tweede voorbeeldje. Ik heb opnieuw een klein getal, maar in dit geval een negatief getal. De comma komt tussen de 1 en de 2, dus ik krijg min 1,2. Vermenigvuldigen met een macht van 10 en we gaan weer op zoek met welke exponent dat dat zal zijn. Dit is mijn getal. De comma staat bij de wetenschappelijke notatie tussen de 1 en de 2 en we zien ze daar vooraan staan van de decimale notatie. We gaan weer bepalen hoeveel plaatsen de comma is teruggegaan: dat is min 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatsen, min 6 plaatsen, dus de exponent wordt ook min 6. Zo, dat waren enkele voorbeelden waarbij we van een decimale notatie, dus een gewoon getal, zijn gegaan naar de wetenschappelijke notatie. We doen nu het volgende. We hebben de wetenschappelijke notatie gegeven en we gaan bepalen welke decimale notatie, dus welk getal dat wordt. Eerste voorbeelden zijn telkens met een positieve exponent bij de macht van 10. Goed, ik heb hier dit getal. De, bij de wetenschappelijke notatie staat de comma hier. En de exponent is plus 7. Dus dat wil zeggen dat we de comma plus 7 plaatsen moeten opschuiven. Dat gaan we eens doen. Dus dat is plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jullie merken dat, van zodra de cijfers uit de wetenschappelijke notatie op zijn, dat ik telkens nullen moet toevoegen. Totdat we zeven plaatsen zijn opgeschoven. Hier komt de komma dan bij de decimale notatie, maar die moeten we niet noteren. Dus, dit is het getal dat we nu krijgen. Het tweede voorbeeldje bij een positieve exponent. Ik heb dit als getal waarbij de komma tussen de 6 en de 5 staat. Mijn exponent is plus 5, dus ik moet de comma plus 5 plaatsen opschuiven. We gaan dat weer eens doen. Dat is 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen opgeschoven. Dus opnieuw, ik behoud mijn minteken, want het was een negatief getal. En dit wordt het resultaat dat ik krijg. Tot slot, de wetenschappelijke notatie waarbij ik een negatieve exponent heb bij de macht van 10. Die we gaan omzetten naar de decimale notatie. Dit heb ik gegeven, waarbij de komma bij de wetenschappelijke notatie tussen de 4 en de 8 staat. De exponent is min 6, dus ik moet mijn komma min 6 plaatsen opschuiven. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatsen opgeschoven. Hier moet de komma komen, maar. Dat wil dan ook zeggen dat daar nog een nulletje voor de komma moet geschreven worden. En dit is dan het resultaat. Tot slot, een laatste voorbeeldje. Dit is mijn opgave. Dit is het getal dat ik heb. De min laat ik nog even weg, want die ga ik op het einde pas helemaal vooraan bij het getal zetten. De komma staat hier tussen de 7 en de 9 in de wetenschappelijke notatie. En de exponent is min 8. Dat wil zeggen dat de Comma min 8 plaatsen moet opschuiven. We gaan dat nog eens proberen. Dat is min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaatsen opgeschoven. Dat wil zeggen dat hier de comma in de decimale notatie moet komen. En dat ik ook nog een nulletje ervoor moet plaatsen. En mijn minteken mag ik uiteraard ook niet vergeten. Dus dit is het resultaat dat we dan krijgen. Hopelijk is het zo duidelijk voor jullie. Bedankt om te luisteren.